Vandaag is de klimaatmars in Amsterdam. En nu dacht ik, het lijkt me een goed idee om tips te geven aan alle studenten van Nijmegen onder het genot van een kopje koffie. Tip 1. Heb je vannacht weer 3 liter bier in je nek gegooid en denk je, oh, ik stink naar de dood, ik moet echt douchen? Douche gewoon niet, want je weet toch wel dat je over 10 uur hetzelfde gaat doen. En stel je wil toch douchen, douche dan met je scharrel die je vannacht mee naar huis hebt genomen om water te besparen. Tip 2. Ga naar de kringloop en koop daar tweedehands kleding. Op deze manier geeft je kleding een tweede leven en het is ook nog eens goed voor je portemonnee. Kijk, deze broek heb ik bijvoorbeeld echt voor 5 euro gekocht. Dat is toch geweldig? Tip 3. Koop een herbruikbare fles, zodat na 1 jaar niet weer 100 plastic flesjes van jou in de natuur landen. Tip 4. Kook ons wat vaker vegetarisch. Er zijn hartstikke lekkere vleesvervangers in de supermarkt. Tip 5. Plak een ineenstikker op de deur. Op deze manier krijg je niet al die papieren folders in de deur.